Het vuur van de graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. Ik heb van onze kant een uitstekende wedstrijd gezien. We wisten ook waar we het moesten doen. Daar hadden we goed getraind gisteren even in het stadion hier. Ik heb genoten van de aanvallen. Waar de kansen lagen, benutten we ze ook. Ik heb gewoon wereldgoals. Het publiek op de bank. Dat is als trainer zo'n geweldig gevoel als mensen hier tevreden zijn. Dus daar ben ik heel blij mee. Vergelijk met voor de winterstop aanvoerders Sven Nieuwpoort geslachtofferd voor Bart Straalman in de verdediging. Vette voorkeur gegeven boven Bakker op middenveld en Burgstorff zijn debuut gegund. Hoe pakte dat uit? Nou, dat was echt voor mij hartstikke goed. Hè. Kijk, het gaat wel om concurrentie. Op trainingskamp kijk je naar wat er dan het beste is. En daar moet je wel eerlijker zijn, dat hebben we gedaan. En Bart heeft fantastisch doorgepakt, hè, doorgetraind, ondanks de teleurstelling. Maar die begint echt hele grote stappen te maken. Moet ik even een Azor Matusiwa noemen, hè, hebben we gehaald. Een goede schakel in precies wat we willen daar op 6. Want die kan ook nog goed voetballen, maar hij bijt ook als een bij. Xavier Vet had een virus. Toen hij hier kwam, is hij een aantal maanden achteruit gegaan in plaats van vooruit. Alleen nu zie je dat hij fit is en dan is het een hele bruikbare jongen. En Delano, ja, dat ging ook om doorgroeien, hè, maar ook dingen naast het veld. We moesten hem wel eens even goed bij zijn oren hebben. Dat hoort ook bij jonge jongens. En op het juiste moment moet hij erin. En er was ook Daryl van Michum die er helemaal niks over heeft gezegd. Die juist met hem aan de gang is gegaan. Hoe hij dat kan bespelen. Dan moeten we ook positief tegen Daryl blijven. Hè. Ik hoor nu dat hij uitgescholden is en dat soort dingen. Dat moet niet, dat moet niet. Door supporters? Ja, dat moet niet. Dat past niet bij ons. We moeten het hier met z'n allen doen en dat moeten we niet willen. Je hebt nu een keiharde uitslag neergezet met een 5-1 overwinning. Als het goed gaat bij de eerste om de verwachting ook een beetje te temperen. Maar in hoeverre is dit nou een houvast voor de rest van het seizoen? Dit is wel, hè, dat was Vitesse al. Het was jammer dat Ajax er even tussendoor kwam, maar die is voor iedereen veel te goed. Maar daarvoor was het ook al goed tegen ADO Den Haag. Hè. Hadden we ook gewoon moeten winnen. Het zijn de laatste 4 wedstrijden verliezen in 1 keer van Ajax. Maar de overige wedstrijden heb je allemaal recht misschien wel op meer. Dus het zat al aan te komen en we moeten Vitesse en ook deze wedstrijd, dat moet onze standaard worden. En dan gaan we heus wel wedstrijden verliezen. En dan kunnen we heus niet volhouden. Maar hier thuis kunnen we alles. Hè. En als je 2 of 3 uitwedstrijden erbij wint, dan zijn we een heel eind. Het gat met NAC is nu gedicht, je staat op gelijke hoogte. Wat zijn nou de ploegen waar je de pijlen op richt om onder je te houden? Dat weet ik nog niet. Ik kijk gewoon onszelf en wij moeten punten halen en dan kijk je steeds wat de uitslag is. Hè. Maar we waren afgeschreven, maar we zijn er nog. Wordt al gesproken over een spits. Je spits van dienst tussen Raren schiet er 3 in. Had het misschien ook wel 6 kunnen zijn. Ja. Maar in hoeverre gaat die zoektocht naar spelers nu door? Nee, maar dat gaat wel door. En dat weet iedereen ook. Dat weten de jongens. We doen gewoon face-to-face naar jongens. Dat het gewoon duidelijk is. Ja, want we staan wel onderaan. Hè? En we willen niet onderaan staan. Dus er moet wel wat gebeuren. Verwacht je op korte termijn nieuws? Ja, ik hoop dat deze week wel wat gebeurt. Want anders is het ook te laat, Jasper. En dat gaat ook wel gebeuren.